Welkom bij Dekmantel Connects. Je kijkt naar de Q&A met DJ Marcelle. Mijn naam is Eelco Couvreur. Marcelle, welkom. Ik ga eerst mijn best doen om je zo goed mogelijk voor te stellen voor degenen die je niet kennen. DJ Marcelle maakt sinds het begin van de jaren 80 radio en ze doopte haar show Another Nice Mess. Een saluut aan Lauren Hardy en een motto dat ze zich door de jaren heen zelf als DJ eigen heeft gemaakt. Als je het over een DJ met lef hebt, dan heb je het over Marcelle. Een nogal eigenwijze, maar daarom bewonderenswaardige artiest die zich niet laat leiden door genres, trends en uitsluitend nieuwe muziek draait. Uitsluitend met vinyl en op 3 draaitafels tegelijk. Uitgesproken is ze ook op andere vlakken, want kom bij haar niet aan met vragen als die ze al de hele carrière van veel luie journalisten heeft moeten horen. Ik ben daar geloof ik zelf ook schuldig aan. Ik citeer, het wordt wat mij betreft eens de hoogste tijd te vragen niet waarom ik zo apart ben of anders mix, maar waarom al die andere saaie DJ's elkaar naapen en zo weinig authentiek zijn. Waar zijn die mensen bang voor? Hoe komt het dat de meeste DJ's bang zijn om goede muziek te draaien? Wat de definitie van goede muziek is, hoop ik dan vandaag van haar te horen. Maar één ding is zeker, de DJ-sets van Marcelle zijn niet alleen een muzikale, maar ook een culturele achtbaan langs de meest avontuurlijke muziek afkomstig uit iedere denkbare hoek van de wereld. Van experimentele techno tot leftfield hip-hop, dancehall, de nieuwste West-Afrikaanse dansmuziek, het zit in de tas van Marcelle. Daarnaast maakt ze haar eigen muziek. Muziek die wordt uitgebracht door onder andere het Duitse label Jamoni. Op dat label bracht ze begin dit jaar haar laatste album Saturate the Market Now uit. En inmiddels staat er een vervolg op de planning, waarvoor ze nog geen label heeft. Dus daar gaan we het ook zo zeker over hebben. Labels opgelet. Explain the Food Bieten is de titel van die plaat. Hi Marcelle, welkom. Hallo. Hoe gaat het met je? Goed. Ja. Goed. Goed. Ja. In deze tijden van lockdown, wat ben je allemaal aan het doen? Nou, ik heb nooit zo'n probleem gehad om thuis te zijn. Ik reis natuurlijk heel veel vanwege het draaien. Maar ik voel me niet onrustig. Dus om heel veel thuis te zijn is helemaal geen, voor mij helemaal geen probleem. Ik heb ook spaargeld, dus dat is ook geen probleem. Maar ik wil wel graag creatief met muziek bezig zijn. Dat maakt me heel, heel gelukkig, gewoon creatief zijn. En ik ben onder andere begonnen met lockdown filmpjes te maken. Dat begon met gewoon een DJ-set filmen bij mij thuis. Maar zoals ik met een heleboel dingen in de muziek heb, vervelen me dingen al heel snel. Dus er zijn natuurlijk al miljoenen DJ's die thuis hun setjes filmen en op internet zetten. Dus ik dacht, nou dat past niet bij mij. Dus heb ik me aangeleerd om zelf te monteren. En ik heb nu 9 filmpjes gemaakt. En als je die in chronologische volgorde ziet, zie je dat ik in elk filmpje weer meer heb geleerd om hoe je moet monteren. En uiteindelijk zijn er op het einde alleen maar films. En er is wel muziek van mij natuurlijk bij. Maar ik heb een film gemaakt van, ik ga bijvoorbeeld heel graag zwemmen als ik ergens op tour ben. Dus, en daar heb ik heel veel filmpjes van. Dus ik heb een alfabetische volgorde van alle plekken in de wereld waar ik heb gezwommen. Een ander ding wat ik heel graag doe als ik onderweg ben, het is ook een beetje toeristische nonsens, maar goed, ik ben vaak alleen. Dus een gegeven moment ben ik begonnen met mokken te kopen van plekken waar ik ben. Daar heb ik inmiddels ook een enorme collectie van. En daar heb ik uiteindelijk ook een filmpje van gemaakt dat ik alle mokken alfabetisch op een draaitafel zet en dan een hele weird dub mix erbij doe. Dus dat soort ja, die filmpjes staan op YouTube en je ziet inderdaad een beetje de ontwikkeling die daar in zit. Is dat echt voor jou een vervanging van het draaien? Moet je iets om handen hebben? Nee, het is ook gewoon goed om even rust te hebben, maar bedoel, het gaat me goed, ik voel me goed. En het ging creatief en qua aandacht ontzettend goed. Ik had optredens echt van Australië tot China, Japan, Hongkong, Amerika, Rusland. Dat is allemaal afgelast. Dat is van creatief punt. Is dat natuurlijk heel erg jammer. Maar het is niet dat ik per se. Ik lees ook heel graag boeken. Of ik lig ook graag gewoon in de zon en doe niks. Maar ik ben gewoon graag creatief. En dat filmpjes maken, dat vond ik op een gegeven moment ontzettend leuk om te doen. Daarnaast kreeg ik ineens ook een heleboel remixen, betaalde opdrachten voor. En ik heb afgelopen tijd nog een nieuwe LP opgenomen. Ja, daar komen we misschien zo even op. Want af en toe ben je nog wel aan het draaien. Het is een vreemde gewaarwording volgens mij. Want in Zwitserland zijn de clubs bijvoorbeeld open. Nee,
Dat wisselt natuurlijk ook, net als al die coronamaatregelen. Ja. Maar ik heb ook een rom bijvoorbeeld gespeeld, maar dat zat gewoon iedereen buiten en met afstand. En ik deed dan een abstracte cent, want er was wel een dansverbod. Dus het is wel aangepast, maar ik doe heel graag ook abstracte sets. Zou ik graag nog veel meer willen doen, dus eigenlijk hetzelfde idee wat ik normaal doe, maar dan zonder beats. Minder voor de dansvloer. Ja. En in Zwitserland verschillen, dat ik heb een keer in de zomer daar gedraaid, hadden ze gewoon alle deuren opengezet. En het verschilde zelfs per stad. In Basel moest het publiek verplicht een mondkapje dragen. En dat was gewoon wel een dansset. Maar het verbaasde mij, want mensen gaan toch niet 3 uur lang met een mondkapje op. Maar dat hebben ze wel gedaan. Ze waren wel heel gedisciplineerd daarin. En in Zürich hadden ze, zoals ik zei, alle deuren opengezet. Alleen was er en hadden ze zo'n scherm om me heen gebouwd. Het rare was wel dat helemaal op het einde, toen ik klaar was, ja, heel veel mensen enthousiast waren en heel hard begonnen te schreeuwen. En dus, ik kan me nog heel druk zijn zo, ja, doe dat nou niet. Snap je? Dat was natuurlijk, vind ik wel leuk, absurd, dat alles omgedraaid wordt. Je staat niet bekend als iemand die zijn sets heel erg aanpast op de plekken waar je speelt, volgens mij. Maar is dat dan nu anders als je zo'n nou ja, intrinsiek andere setting hebt? Mensen moeten zitten. Denk je daarover na? Nou ja, dan doe ik een abstracte set en zit minder met beats of zo. Ja. Ja, dus die kleine aanpassing doe ik dan wel. Maar dat is meer ook van, ik heb zoveel verschillende facetten van hoe ik met muziek bezig ben. Dat is niet alleen maar een dansclub of zo. Mijn radioshows zijn ook wel anders. Want dan praat ik ook vaak. Ja, maar mocht de DJ'en niet weer zo gaan als voor de lockdown, dan ligt er misschien nog een carrière als filmmonteur. Ik ben sowieso heel erg geïnteresseerd in films. En ja, ik vind die creativiteit van films maken, dat ligt me wel. Er zijn ook heel veel clipjes van mij gemaakt, van mijn eigen nummers. En ook documentaires. En toch best wel een groot gedeelte, zeker van de eigen clipjes. Dat is al mijn idee. Ja. Ik kon het toen technisch niet omzetten, maar wel van nu snijden, nu dat erachter. Ik denk er wel heel erg over na. Ja. Voor mij zijn een heleboel aspecten van wat ik doe in muziek. Is eigenlijk, het is niet alleen maar om de muziek. Het gaat ook om mijn houding, hoe ik mezelf presenteer. Het heeft allemaal met elkaar, hoe mijn platen, hoe ze eruit zien. Hoe mijn clipjes eruit zien. Het heeft eigenlijk allemaal met elkaar te maken. Dus niet dat je er één ding uit kan halen, en, want dan moeten we wel allemaal echt bij mij zijn of zo. Ik wil gewoon echt mezelf zijn en aan alle facetten. Om een idee te krijgen van hoe dat er dan visueel uitziet, kunnen mensen naar jouw YouTube-pagina gaan. Daar staan die films en ook die clips van je platen. Another Nice Mess, YouTube. Dan als je DJ Marcel, dan vind je het ook. Een heleboel. En dan krijg je ook alle Boiler Room sets en alle. Ja. Ik wil even naar je nieuwe muziek, want buiten die films ben je ook aan het produceren geweest. Ja. Ik zei het al even in de intro, er komt een nieuw album aan. Hopelijk. Ja, hopelijk, want het is nog even onzeker. Ik vertelde over het Duitse label die je vanaf het begin eigenlijk... niet vanaf het begin, maar wel, je hebt daar veel platen uitgebracht. Ja, ik heb ook al bij andere label gezeten. Ja. Dus voor mij de eerste keer een situatie dat ik even geen label heb. Ja. Maar ja, gewoon persoonlijke omstandigheden van Jamoni betekent dat ze even een pauze hebben. Ja. En ik ben zelf heel energiek. Het is niet zo dat ik 3 jaar erover doe om een plaat te maken. Dus ik wil graag zoveel mogelijk uitbrengen. Dus toen zeiden ze tegen me, als je nu iets wil uitbrengen, dan kun je beter even naar iemand anders gaan. Ja. En, iemand anders moet nog gezocht worden? Ik ben aan het zoeken, ze hebben wel wat contacten, maar er is nu niks. Als er goede labels luisteren, dan mogen ze bellen. Ja. Wil je iets laten horen van wat je, of vertel even iets over de plaat. Wat heb je meegenomen? Ik heb gewoon een paar nummers meegenomen van die ik klaar heb. Ja. En een van de dingen die ik ook altijd leuk vind, is een plaat om een goede titel te hebben. Explain the Food Beat is heel mysterieus, maar is een goede titel. Een ander nummer op de plaat heet The Vegans Are Backstage. Dat is gewoon gebaseerd op een echte ervaring die ik op een moment heb gehad, ergens in Barcelona geloof ik. Ja. En ook, ik heb regelmatig, niet aanvaringen, maar bepaalde misverstanden met technici als ik ergens ben. Want geluidstechnici, Ik draai met 3 draaitafels, dat is best wel ingewikkeld. Het moet allemaal wel goed zijn. Ik sta dan niet met een USB'tje en druk op een knopje. Maar waarom is dat ingewikkeld? Omdat ik ook bijvoorbeeld het vinyl moet zien. Ik improviseer in een moment. Ja.
Dus ik kijk ook naar groeven. Ja. Ik moet gewoon veel licht hebben. Mm. Vaak zijn DJ dingen op een of andere manier allemaal met rookmachines en in het donker. Nou, dat zijn dingen waar ik eigenlijk helemaal niets mee heb. Maar er zijn zoveel bepaalde aannames in de DJ-wereld waar ze gewoon van uitgaan, waar ik denk van ja, maar dat past helemaal niet bij mij. Het is niet dat ik per se dat tegen wil zijn, maar ja, ik wil wel mijn eigen ding gewoon doen. Ja. Nee, ik herinner me jouw DJ-boots inderdaad ook altijd. Daar staat licht op en er staan mooie bloemen op. Ik heb dat regelmatig gehad, ook op grote festivals, dat gewoon de draaitafels niet goed genoeg waren of zo. Dan hebben ze alleen maar getest omdat die draait, maar niet of de naald goed is. Die heb ik wel zelf bij me, maar of ook een kabeltje is los of dat soort dingen. Ja. Maar waar ze dan altijd vooral mee bezig zijn, is met hun rookmachine. Die doet het wel. Het is hun trots en hun leven. Of de lichteffecten. En dan begin ik en dan zie ik ineens niks meer. Of dan helemaal mijn geflikker in mijn ogen. Ik moet gewoon doen wat ik wil doen. Mm-hmm. Dus ik heb steeds, ik heb een nummer, dat heet Technicians and their Small Machines. Technicians and their Light Effects. Dat staat al mijn vorige LP. En op mijn komende LP heb ik dan wat ook geregeld. Want bij mij moet je echt wel erbij blijven. Mm-hmm. Dat ik zoveel verschillende klanken doe. Je moet ook echt wel iemand achter de... Maar omdat ze denken, oh, dit is een DJ, dan hoef ik vertrek. Dus gaan we eens dingen mis en dan is er niemand. Dus ik heb nu een nummer van mijn nieuwe LP, Technicians Leaving the Club. Dus voor alle geluidstechnici, deze is voor jullie. Ja, nou, dat is wel grappig, want dan hebben we soundcheck en dan is dan vaak dan die spanning. En dan zeg ik, weet je wat, dat ik nummers over jullie maak, dus dan pak ik zo mijn LP, hoe ze Technicians and their Small Machines. Maar voordat we nu alle geluidsmensen voor hun schenen schoppen, er zijn toch ook, ik kan me voorstellen... Natuurlijk, dat ook, okay. Tuurlijk. Maar ik heb van de 10 optredens altijd wel 2 of 3 dat het even moeilijk is. Ja, of zo. Dus of dat ik er echt voor moet vechten, dat is absurd, dat ik genoeg zie. Ja. Dat is absurd. Ja. Dus regel 1, als je Marcelle boeken, zorg in ieder geval dat er licht is. Nou ja, dat ik gewoon kan doen wat ik wil doen. Ja. Andere mensen moeten vooral doen wat zij doen. Daar komt misschien zo nog even op. Maar dat ik er voor moet vechten dat er licht is. Ja, dat is dat ik niet in het donker wil staan en niet in een rookmachine. Laten we naar de opbouwende kritiek gaan luisteren. Technicians Leaving the Club. Ja. En ik draai het van USB. Dat is dit is wel bijzonder inderdaad. Dat gaan we niet vaak meemaken. Nee, want daar ben ik principieel natuurlijk tegen. Maar ja, ik denk van dit wordt toch niet gefilmd. Dus ik ga het rustig doen. Vol met dik slaande deuren. Echt waar? Samples.
Ja, the point has been made. Ja, ze zijn weg. En ze zijn weg. Ja. Met slaande deuren samples die erin zitten. Ik wil toch een beetje beginnen. Heel even kort terug naar het begin van jouw carrière. Want zoals jij misschien inmiddels wel een voorbeeld bent voor andere artiesten, zijn er ook mensen die jou geïnspireerd hebben. En ik wil heel even kort hebben over een legendarische DJ, John Peel. BBC DJ, die radicaal muziekstijlen tegenover elkaar durfde te zetten op de radio. Dat is volgens mij wel iets wat ik in jouw DJ sets ook hoor. Waarom was het voor jou een zo'n inspirerende figuur? Nou, eerst moet ik zeggen, als ik nu mensen wel eens spreek over vroeger, jonge mensen, die hebben nog nooit van John Peel gehoord. Dus voor mij is dat altijd een beetje raar. En ik wil ook niet als een vrouw overkomen die je van vroeger vertelt. Maar je moet gewoon denken in voor-internet-tijden. Er was gewoon één man die op mainstream radio, de BBC en OED ook, heeft op de tijdje in de VPRO gedaan in de jaren 80. Nieuwe muziek draaide en gewoon draaide wat hij goed vond. En ik kan me gewoon nog herinneren, ik ben naar hem beginnen te luisteren in de punktijd, dus 77, toen hij zelf ook in zijn programma een radicale stijlwissel maakte. En nog even jong publiek aanboden. Dat je dan de nieuwe single van The Fall draait. En dan daarna komt de nieuwe single van Lee Perry of zo. Dus gewoon totaal andere stijlen. En dat vond ik zo prachtig. Want ik ben ervan overtuigd dat als je verschillende stijlen naast elkaar zet, dat dan een individuele stijl beter wordt. Hij was geen mix-DJ, wat ik natuurlijk wel doe. Ik draai zelfs dingen door elkaar heen. Maar dat is zeker iets wat invloed op mij heeft gehad, is dat je niet bang moet zijn en dat het toch vooral gaat om goede muziek te laten horen en wil delen. Daarom ben ik zelf ook ooit met radioprogramma's begonnen om te laten horen van er zijn zoveel geweldige platen uit en die kennen jullie allemaal niet. En dat het daarom gaat, omdat het om goede muziek gaat en niet om een of ander technisch trucje, wat ik natuurlijk heel veel in de DJ-wereld zie. Dat mensen alleen maar, natuurlijk vooral mannen, kicken totdat je het perfect in elkaar beanmatcht. Maar de muziek is waanzinnig saai, tenminste in mijn ogen. Het gaat om een techniekje en een trucje, maar niet meer waar het om zou moeten gaan. Sommige mensen die ik wel eens dan spreek, die praten over apparatuur en serienummers. Dat is misschien ook een goede titel van volgende plaat, Technicians and Their Serial Numbers. Maar niet over, ken je dit, kun je dat? Dus eigenlijk komt het voor mij, in mijn ogen, een totaal verkeerde blik hebben op waarom muziek sowieso interessant is, sowieso in the first place. Mm-hmm. Ik vind het wel interessant wat je zegt over, jij bent altijd met nieuwe muziek bezig en bent daar ook een groot voorstander van, hè? Die kunstvorm moet in beweging blijven. Ja, je zei trouwens in het begin dat ik alleen maar mijn nieuwe muziek draai, dat is een beetje overdreven, want ik voel ook altijd een soort, niet educatief iets. Ja, nee, maar daar wilde ik eigenlijk naartoe, want volgens mij is het een groot goed om te ontdekken wat John Peel, of je noemde al even The Fall, ook Marquis Smith, waar je enorm fan van bent, misschien niet zozeer muzikaal, maar wel qua attitude. Ook qua houding. Ja, maar dat is wel voor veel mensen van nu, is natuurlijk, kan oude muziek ook als nieuw klinken natuurlijk. En het is wel in zekere zin dat je een soort van, een klein beetje je geschiedenis weet. Is dat niet belangrijk voor jou? Ben je op die manier niet ermee bezig? Nou, ik heb natuurlijk een enorme muziekgeschiedenis. En ik weet ook heel veel. En ik heb heel veel platen. En er zijn heel veel oude platen die ik nog steeds heel goed vind. Ja. Alleen, ik hoor wel dat het oude muziek is vaak. En dat is helemaal heel breed. Nee, ik bedoel niet dat je denkt, oké, dit is nieuwe muziek, maar die wel van, wow, voor mij is dit nieuw. Ik heb nog nooit van John Peel gehoord. Dat kan een ontdekking zijn voor mensen van 20. Ik wil er ook niet te precious over zijn, maar raad ik soms of toe Engelse woorden, maar ik praat zo vaak Engels of Duits. Ik denk dat wel goed komt met het techno publiek. Maar wat ik voor mij altijd een onderdeel was, waarom ik muziek sowieso goed vind in een bepaalde tijd, omdat die toch vaak iets zegt over de tijd waarin je leeft. Muziek uit het begin jaren 80, uit Duitsland of uit Berlijn, dat was gewoon, zit vol van de muur en de Cloister Bouvier. Ik ben daar ook geweest.
Dus als ik dan malaria hoor of weet ik veel wat die pens die ik toen allemaal zag en ik platen van heb gekocht. Dat is zo specifiek aan één tijd. Dat is niet alleen maar muziek. Dat is ook een maatschappelijke houding. En ja, als je dat dan nu hoort, dat is er voor jonge mensen, dat is er niet. Als ik zelf over mezelf denk over muziek die voor mijn tijd is en die ik wel goed vind. Captain Beefheart, Velvet Underground of dat soort, hele experimentele muziek. Je hoort toch dat het gewoon Velvet Underground in de jaren 60 is gemaakt. Dus dan kan ik dat wel goed vinden, maar voor mij persoonlijk, alles wat ik zeg, zegt toch iets van mij, kan dat nooit zo diep gaan. Ik was er niet bij. Ik weet niet hoe de maatschappij toen was, welke moeilijkheden waar je tegenaan liep. Maar dat weet ik wel van die muziek, de punk en de postpunk. En het is wel zo dat in de historie worden vaak dingen ineens heel anders omschreven dan dat ze destijds waren. Ja, toen je er middenin stond. Ja. En dat, ja. Dat kan ik natuurlijk vooral over muziek zeggen, omdat ik daar ook zelf middenin stond. Maar natuurlijk een band als Joy Division heeft tegenwoordig, volgens mij al jaren, een soort enorm iconische status. Mm-hmm. Met t-shirts en, mm-hmm. en mokken mm-hmm. en zoals de Doors of zo. Mm-hmm. Maar voor mij was dat destijds, ja, was wel een goede groep, maar ik vond andere groepen, de Fall bijvoorbeeld, veel spannender. Maar dat wordt dan zo verdraaid. Snap je wat ik bedoel? Ja, dan wordt het, wij kijken en, daar en die bepaalde doom of die er over die band lag, ja, die mm-hmm. was wel specifiek al mm-hmm. voor dat Engeland van waar zij toen leefden. Ja, ja. Maar Joy Division haalde niet per se jouw radioshows. Natuurlijk wel. Ja. Ik heb dat ook allemaal gekocht. Ik heb ze zelfs live gezien in Paradiso. Ja. Ja. Maar ik wil er helemaal mee zeggen dat dingen ook verdraaid worden. En voor mij kun je niet de context waarin muziek gemaakt wordt, of door wie het gemaakt is, of hoe het gemaakt wordt, daar los van zien. En als je oude muziek goed vindt, natuurlijk is het fantastisch allemaal, is het toch vaker meer alleen maar entertainment, denk ik. En ik ben zeker niet alleen maar entertainment. Is het voor jou, ja. Want je zei die radioshows, een behoefte om die muziek te delen. Dat is eigenlijk altijd iets wat jou bijgebleven is. Ook, dat is ook volgens mij een van de belangrijkste redenen waarom je tot op de dag van vandaag nog DJ. Nieuwsgierigheid. Ja, dus is diezelfde spark van toen die radioshow beginnen in de jaren 80, is die nu nog steeds aanwezig? Ik ben nog steeds hetzelfde eigenlijk, denk ik. Ja. Ik kan nog steeds ontzettend, misschien moet ik nu even knippen, maar goed. Ik kan nog steeds ontzettend enthousiast worden. Ik luister iedere week nog naar een heleboel nieuwe platen. En dat heb ik nog nooit gehoord of dit vind ik raar. Soms vind ik platen ook heel goed die ik eigenlijk niet goed vind. Omdat ze me intrigeren, omdat het even raar of zo. En muziek moet niet alleen maar leuk zijn, het moet ook iets met je doen. En dus ik ontdek nog regelmatig een groep uit Washington, Model Home, die heb ik ontdekt. Daar heb ik nog contact mee, twee jongens. Hele rare hip-hop experimentele. Die vond ik fantastisch als ik dat hoor. En dan voel ik nog hetzelfde enthousiasme als dat ik 1979 de eerste LP van de Slits heb gehoord of zo. Ja, en dat is dan het voordeel van zelf weten wat je graag wil draaien, wat je wil delen. Ja, het is niet helemaal altijd in de muziek van wat ik per se wil. Ik weet vooral wat ik niet wil. Ook vaak. Vertel daar eens iets over. Nou ja, dat kun je niet altijd zeggen. Dat moet je dan merken. Ja. Maar Wat ik in het begin zei, want het is natuurlijk wel een interessant gesprek. Hè, want er wordt enorm veel elektronische muziek gemaakt, gedraaid. Je struikelt over de festivals, nu helaas even niet. Maar en iets waar jij wel je druk om maakt, is dat er zoveel hetzelfde klinkt. Misschien is een eerste vraag van waarom stoor je daaraan? Omdat muziek diep in mij gaat. En ik vind het zonde als dat zoveel. Ook omdat ik overal kom. Ik zie zoveel flauwekul en nepheid. Als er iets is, zegt oma Marcelle van vroeger.
hebt meegekregen van punk, is dat je echt moet zijn. Dat je geen showtje doet. Maar wat is dat? Wat is dat dan, echt zijn? Dat je niet zo gaat staan en niet allemaal die bewegingjes op die dingen. Dat is allemaal flauwekul. Je ziet tegenwoordig ook allemaal mensen met een smartphone het publiek helemaal in scène zetten dat ze gaan juichen. Dat zetten ze dan weer online. Dat is allemaal nep. Ja. Maar dan hebben we het dan niet over een bepaald deel van deze business waar je nou ja, van kan zeggen. Als er woord business al valt, dan krijg ik al jeuk. Ja. Als het industrie. Ja. Ik vind het verschrikkelijk allemaal. Maar dat is wel, jij hebt dat wel vanuit een volgens mij redelijk unieke positie zien veranderen natuurlijk. Ik bedoel, je draait al 30 jaar. Volkomen autonoom. Je hebt er altijd van kunnen leven. Ja, niet altijd, maar de laatste 20 jaar. De laatste 20 jaar heb je ervan kunnen leven. Maar ik kan me voorstellen dat de laatste 10 jaar heeft die wereld een vlucht genomen die jij waarschijnlijk ook niet had kunnen voorstellen. Ja, maar het is natuurlijk altijd goed dat er dingen veranderen. Ja. Het is alleen niet zo dat je alles maar... Kijk, er wordt heel vaak om mijn mening gevraagd. En dan geef ik mijn mening. Het is niet dat ik ga rondbezuinigen wat ik allemaal niet goed vind. Maar ik wil ook niet te negatief overkomen. Alleen ik zie zoveel fake en DJ's die eigenlijk die buigen naar het publiek of zenuwachtig zijn om leuk gevonden te worden. Allemaal voor mij taalfoute reden om überhaupt met muziek bezig te zijn. En dat muziek zo belangrijk voor me is, vind ik dat wel pijnlijk om te zien. En ook dat er natuurlijk ontzettend veel mensen naar mij toe komen. Ik krijg ook heel veel mails van mensen. En dat zijn vaak ook niet van die plaat vond ik leuk of die plaat vond ik leuk. Maar dat gaat dan een beetje op een filosofische, psychologische manier. Dat ze zich geïnspireerd door mij voelen. En dat voelen ze niet door zo'n saaie man die zijn techniekje zit te doen. Dus zo vaak rook dan ook op festivals na afloop mensen naar me toe komen. Dat ze niet wisten dat het ook anders kon. En dat is voor mij leuk om te horen. Maar ik wil niet per se anders zijn. Ik vraag me alleen af waarom vrijwel niemand dat doet. Omdat ze allemaal carrière willen maken. Omdat ze macho zijn. Ik weet niet, zoveel verschillende foute redenen. Ja, maar als je carrière zou willen maken, dan zou ik denken van doe dan juist iets wat de rest niet doet. Nee, want nee, dat is niet zo. Zeker in Nederland, dat zie je ook met bandjes. Als je heel erg op de Beatles lijkt, dan krijg je, ik denk nu aan de Kick bijvoorbeeld. Snap je? Dat is in Nederland een plus. Voor mij is het iets wat heel erg iets anders lijkt, juist heel erg min. Waarom zou je het nu op doen? Het is veilig, het is safe. Ja, het is knap nagedaan, maar... Ja, dat is voor mij niet interessant. Is dat iets wat je over Nederlandse muziekpubliek kan zeggen? Dat ze over het algemeen meer houden van veilig? Ja, de Nederlandse muziekcultuur vind ik wel heel erg veilig, ja. Heleboel dingen zijn heel erg veilig. Het is natuurlijk een overgereguleerd land voor het algemeen. Je ziet het nu ook met de lockdown. Nederlanders schrijven ook heel graag subsidieaanvragen. Dus ook dat gedoe met subsidie voor kunsten. Mm-hmm. Dat is een heel ingewikkeld ding voor mij. Want voor mij is mijn onafhankelijkheid en mijn autonomie is wezenlijk. Anders heeft DJ Marcel voor mij geen zin. Ja, dat is wellicht een zijtak. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, door subsidie word je juist onafhankelijk. Ja, maar ik wil me nooit uitleggen aan mensen achter een bureau. Dat doe ik niet. Nee. Het is gewoon een totaal andere wereld. Ja. Ik kon al 10 jaar geleden een keer een toernooi naar Japan maken, kan ik me nog herinneren. Alleen zeiden die mensen, ja, dan moet je wel de Nederlandse ambassade schrijven dat ze je vlucht betalen. En dan houdt het voor mij al op. Ik ga niet aan bureaucraten mezelf uitleggen waarom ik ze die vlucht voor moet betalen. Dat is eigenlijk een hele luxe positie dan. Want je bent nee, dat is geen luxe positie, want ik ben toen niet naar Japan gegaan. Nee, maar je kan een luxe positie in de zin van dat je als artiest, en dat is duidelijk belangrijk, wel bij jezelf kan blijven. Dus je hoeft nooit achteraf te zeggen, ik kon nu wel naar Japan, maar eigenlijk heb ik daar wat konten voor moeten kussen. Nee, dus ik vind dat niet luxe. Het is gewoon fijn om dicht bij jezelf te blijven. Ja. En ik heb heel veel, ik wil er niet te veel over uitweiden, maar ik ben heel jong wees geworden. Ik heb een enorme veel eenzaamheid gekend op een hele jonge leeftijd. Dat ging samen met het begin van de punk. Dus in 77 werd ik wees en er kwam die punk. Dus voor mij was muziek een soort opvoeding, een soort troost. Dus dat is ontzettend serieus voor mij ook. Ik hou wel van humor, maar als ziek is mijn grondhouding heel serieus in muziek. Daar ga je geen
dat ga je niks neps mee doen. Of daar ga je niet afvragen wat andere mensen ervan vinden. Maar ik denk ook daardoor dat ik altijd dacht van ja, ik kan het alleen maar doen als ik dicht bij mezelf blijf. Ook omdat er natuurlijk niks eenvoudiger is eigenlijk op een bepaalde manier om dicht bij jezelf te zijn. Want je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Nou ja, blijkbaar is dat voor veel andere mensen dan moeilijk om... Dat moet je aan hun mensen vragen. Ja. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ze er ook van zo graag van willen leven. Omdat ze in de spotlight willen staan. Ja, nee, wij spraken dit interview natuurlijk een beetje van tevoren door. Ja. En toen zei je wel van, nou, ik wil het wel, ik zou die vraag wel beantwoord willen zien. Van waarom zijn de meeste DJ's bang om iets anders te draaien dan... Omdat de boekers heel vaak conservatief zijn. Dus dat is het onderliggende probleem. Ja, het is ook een soort visieuze cirkel. Ja. En dat iedereen het als een industrie ziet en een soort dienstverlening. Ja. Kan je dat als individuele artiest doorbreken? Is dat... Ik kan alleen maar mezelf zijn. Ja. Ik merk al wat er gebeurt. Ja. Heb je door de loop van de jaren die scene ook ergens ten positieve zien veranderen? Nou, ik weet niet of ik het ook ten negatieve heb zien veranderen. Het is gewoon zoals het is. Ik weet wel, ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen mij wilden imiteren op bepaalde manieren. Dat slaat natuurlijk ook nergens op, want ik ben natuurlijk ook Marcelle die deze achtergrond heeft en die muzikale opleiding heeft. Dat hebben andere mensen van niet. Maar mag ik dan misschien een voorzetje geven? Want volgens mij is het wel zo dat tegenwoordig mensen meer openstaan voor meer verschillende soorten muziek door elkaar in één set. Of is dat nooit anders geweest? Ik vind dat het woord eclecticism totaal, dan als het woord respect, totaal heeft zijn betekenis bijna verloren. Want als je dan drie verschillende soorten house draait, dan ben je ineens eclectisch. Het blijft toch allemaal heel erg veilig binnen de lijntjes. Als we het even vanuit jou zien. Ja. Want volgens mij is het wel zo dat jij op steeds meer plekken hebt kunnen draaien naarmate we verder in jouw carrière zijn gekomen. Of heeft dat niet per se daarmee te maken met die ontvankelijkheid voor Het is ook zo van als je eenmaal op bepaalde plekken hebt gedraaid, boekers imiteren elkaar allemaal, of ze gaan overal elkaars festivals kijken, ja, dan boeken ze me ook omdat ze me in Berlijn hebben zien staan. Zo. Het is niet meteen altijd ook een verdienste van de artiest, je bent gewoon ook afhankelijk van of mensen daarvoor openstaan. Ik heb ook wel eens gehoord, dat is alweer een tijd terug, maar dat komt omdat ik wat bekender ben. Dan boeken ze je ineens wel. Maar dat mensen tegen me zeiden van boekers, ja, we vinden je wel ontzettend leuk, maar we gaan je niet boeken, want we zijn bang dat het publiek je niet pruimt. Ja, dat vind ik dus ontzettend paternalistisch. En nu ben ik wat bekender en nu boeken ze me wel. Maar dat is dus, als je dat als een soort van advies zou willen geven aan misschien jongens en meisjes die er zo in staan, zou je dan zeggen, blijf volhouden, blijf vooral datgene doen bij jezelf? Nou, ik word toch best wel veel benaderd, zeker ook door heel veel jonge vrouwen. Maar dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, ik wil wel, maar dan willen ze vooral DJ'en, of ze willen op het podium staan, of ze willen... mixen leren, maar dat betekent dat ze dus maar zo'n idee hebben van wat mix überhaupt is. Dat betekent dus beatmatch. Dat het überhaupt dat het anders kan, daar komen ze niet in hun op. Er is een hele mannelijke dominantie van hoe dingen moeten zijn in deze wereld. Wat ik natuurlijk ook altijd... Dat gaat over dat technische aspect. Ja, bijvoorbeeld. Van... Maar dat ook jonge mensen die dat dan ook willen doen, die gaan al van zoveel verschillende dingen uit waaraan je al moet voldoen om dat überhaupt te doen. Alleen hoor ik ze nooit over die en die muziek vind ik leuk. Daar begint het toch mee. Het moet beginnen met liefde voor muziek. Niet voor liefde om op het podium te staan. Ja. Dus het belangrijkste advies zou dan zijn, laat al die ongeschreven regels, laat die vooral varen. Maar als ik natuurlijk consequent door wil, zou het belangrijkste advies zijn, beluister ook niet naar mij. Doe gewoon je eigen ding. Ja. Dus ik ben natuurlijk ook maar een bepaald figuurtje. Ja. Ja, maar ik bedoel, wat ik wel inspirerend bij jou altijd heb gevonden, is dat naar DJ's wordt veelal gekeken van, nou, dat zijn een soort van, nu ga ik ook een Engels woord gebruiken, performers die even hun kunstje kunnen doen. Maar wat in het goede geval mensen niet beseffen, is dat er natuurlijk ook een heel artistiek denkproces, als het goed is, achter zit. En dat je bij wijze van spreken de hele week bezig bent met wat betekent
het, wat ik eigenlijk aan het doen ben. Dat draaien voor een publiek en de manier waarop ik keuzes maak in mijn selecties en dergelijke. Maar misschien verwachten we er dan wel te veel van als we serieus willen genomen als kunstvorm, is dat wel belangrijk dat we dat doen. Maar misschien verwachten we wel te veel van die... Een hele lange, niet echt een vraag en niet echt concreet, nee, maar even hard op te denken. Kijk, het hangt er ook af waarom zijn mensen überhaupt in muziek geïnteresseerd. Ja. Of je nou zelf maakt of dat je daarnaar luistert, ja. Dat gaat er ook om. Voor mij is het altijd... Het is altijd het politieke, het idealistische, het feministische. Het is wezenlijk onderdeel ervan. Het gaat niet om een leuk basje, een leuk beatje. Ook humor mag er ook in zitten. Hmm. Technicians leaving the club. Ja, nee, maar dat is wel... Maar als je dan muziek ziet alleen maar als escapisme, dan kan ik me voorstellen dat je soms bij mij, dat het dan te heftig is of zo. Dat kan ik me voorstellen. Maar ik ben ook niet, ik sta helemaal niet voor... Ik ben heel erg voor in de realiteit staan. Leven is vaak ook heel erg kut. Je hebt enorm verschillende emoties. Soms ben je vrolijk, verdrietig. Dat hoor je allemaal in mijn sets. Ik kan ook heel verschillend draaien van mijn eigen stemming ook af. Maar als je muziek ziet als inspiratie van hoe je keuzes maakt in het leven, en dat is zeker bij mij het geval geweest vanaf het begin, of hoe je in het leven staat, dan kijk je ook anders naar mijn muziek aan, als dat belangrijk voor je is. Maar ik merk ook vaak dus dat mensen zeggen van, hé, dat kan ook zo, dat is eigenlijk veel leuker. Om nog terug te komen op John Peel, dan heb ik toch wel eentje uit de oude doos, een anekdote. Mm-hmm. Hij zat natuurlijk in die periode van, daarvoor had je die vreselijke symfonische rock van Genesis en Yes. Dat heb ik ook nog lichtelijk meegemaakt. Ik was toen fan van glam rock. Maar dat Phil was Collins. Toen van die muzikanten, gitaarsolos van een half uur. Yeah. En toen kwam er ineens een totaal jonge generatie die zelf muziek ging maken en zelf het heft in handen nam. En dus het radioprogramma van John Peel veranderde van de een op de andere dag, begon ineens de Ramones te draaien en niet Uriah Heep. Dat mensen naar hem toe kwamen, toen die punk begon te draaien, of die nieuwe generatie. Of John Peel zei dat zelf ook, we wisten eigenlijk niet hoe vervelend we waren met de muziek. Omdat er niks anders is. En dan wil ik me niet mezelf in dat level vergelijken. Maar er zit wel een soort principe aan, dat mensen denken van, ja, eigenlijk verveel ik me de rot bij de heleboel DJ-sets. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Er staat iemand zo te doen, een enorm serieus gezicht. Graag in de spotlight te staan met een beetje saaie muziek die al urenlang hetzelfde is, bij wijze van spreken. Ja, dat is nu eenmaal zo, snap je? Maar ja, als ik dan kom en die dat dan totaal niet doet, niet om iemand te irriteren of wat dan ook, maar ja, zo geloof ik überhaupt niet in muziek. Dat is wel interessant, alleen vind ik dat raar dat een vrouw van in de 50 ineens dat moet doorbreken. Waarom doen jongere mensen dat niet? Misschien ook omdat de tijden ook nu moeilijker zijn dan vroeger. Ik heb ook jarenlang van een jaar 80 van een uitkering makkelijk kunnen leven. En ik had geen gezeur aan mijn hoofd voor de rest. Nee, maar je spreekt je uit en je bent enorm kritisch, maar we moeten niet inderdaad de fout maken om te denken dat DJ-sets een enorme highbrow, super serieuze aangelegenheid. Er is op het moment dat jij een dansvloer voor je hebt, is het ook gewoon feest. Tuurlijk. Ja. Maar ik word een beetje in die hoek gedrukt. Ja. Ik word ook steeds dat tegen dat andere afgezet en ik heb inmiddels al zoveel interviews gedaan van, nou Marcel, ga maar weer eens een beetje... kanker op die andere, daar moet ik ook een beetje voor oppassen, want zo ben ik ook weer niet. Ik ben alleen, ik blijf gewoon dicht bij mezelf. Ja. En ik hoop dat dat wel inspirerend is, maar ik kan me voorstellen, ja, het, als je niet van hele zware bassen houdt en dan ineens Afrikaans gezang er doorheen, daar kun je niet van houden. Je hebt ook muzieksmaak. Ik zie alleen wel dat bepaalde dingen, ik kan wel een reden geven waarom ik bepaalde dingen... waarom ik daar niet achter kan staan. Ik heb het ook altijd over die gitaarsolo's en die dingen die in de jaren 70 was. Maar ik zie een soort equivalent met een heleboel elektronische producties. Ik heb zo vaak aan het begin een nieuwe plaat te luisteren. Oh, dat is een leuk ritme of zo, een goede plaat. Maar dat is altijd het kritieke punt, 2/3 van een nummer of de high synths erin komen.
Dus dan knap ik meteen af. Maar laat het dan hebben. Dat is dan wel. Dat is muzo-gedoe. Dat is muzikanten-gedoe. Dat je maar apparaatjes laat het, daarom, laten we het daarom hebben over de dingen waar je wel achter staat. Ja, want er zijn er namelijk ook heel veel. Ja, ja. En je bent ook op een bijna obsessieve manier bezig met nieuwe muziek. Waarom is dat voor jou zo belangrijk om daarna te blijven? Nou, obsessief. Het inspireert me als dingen veranderen. Ja. Dat is gewoon mijn karakter. Ja. En dat heb ik natuurlijk al zoveel gehad in mijn leven. Punk vervelen me al snel, maar techno, bepaalde techno vervelen me ook al snel. Is dan een set van nu, is die wezenlijk anders dan vijf jaar geleden? Ja, denk ik. Nou, 10 jaar geleden luisterde, draaide ik natuurlijk veel meer dubstep bijvoorbeeld. Ja. 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 Maar dat werd ook wel een genre, wat in het begin heel spannend was. Maar ik ben ook met 3 draaitafels gaan draaien op een gegeven moment, om muziek wat spannender te maken. Mm. En dat je dan nog leuker kon mixen. Dat allemaal dingen in elkaar konden overlopen en er bleef altijd wel iets lopen. Maar ja, ik vind het, voor mij is het belangrijk om ook af en toe een bepaalde verwarring te creëren in het publiek. Of om een bepaalde, wat is dit nou? Want het is voor mij altijd een inspiratie. Dat is dat je in het begin niet eens weet of je het überhaupt wel leuk vindt. Maar het is inderdaad niet, het is ook best wel toegankelijk bij mij. Dat is ook wel wat te lachen. Maar als ik zin heb om 5 minuten lang alleen maar wat geiten te laten horen midden in de set voor 1000 mensen, dan doe ik dat. Maar dan weten ze ook wel dat doe ik niet een uur lang. Wat heb je precies meegebracht? Nou, dit is een nieuwe groep, het wat ik al eerder zei, uit Amerika. Ja. Dat hoorde ik gewoon toevallig, via de Wire magazine was het. Ja. En dat vond ik geweldig. Dan schrijf ik zo meteen aan. Dan doe ik de gedraging me precies hetzelfde als toen ik 19 was. Noem nog 1 keer de naam, want we gaan het nu niet laten horen. Model Home, one year. Dan kunnen mensen dat thuis checken. Want, wat heb ik nog meer bij? Ja, vaak als ik muziek die alleen maar digitaal is goed is, dan laat ik een dubplate van persen, dat ik het live kan draaien. Dus kan je even uitleggen, het is misschien zonder, maar wat is een dubplate? Een opslagen van 1 in principe, die je dan voor jezelf maakt om platen te draaien. Vroeger gingen die ook altijd in kwaliteit achteruit. Ik geloof dat het oorspronkelijk uit Jamaica komt, van de reggae scene. Mm-hmm. Deden DJ's ook dat je niet kon zien welk nummer je draaide. Maar ook gewoon, in mijn geval is het ook, als ik nieuwe muziek maak, laat ik er een plaat van persen en dan heeft het voor mij sowieso een andere, een leukere dimensie. En dan draai ik het live. Ja. Maar dat doe ik soms ook met muziek van andere artiesten. Dit is, ik kan een hele stukje laten horen. Ja, graag. Een Mali, die heb ik ontmoet op het Nyege Nyege Festival in Oeganda. Oké, dit is een dubplate van muziek van anderen. Van andere muziek. Ja, okay. Dus gewoon, dat is maar eentje van. Van wie? DJ Jackie. D-I-A-K-I, Mali. Okay. Die heb ik ontmoet vorig jaar in Oeganda. Ik vind het geweldige muziek. Enzovoort, maar ik vond het... En dit heb je voor jezelf om te draaien? Ja, deze plaat bestaat dus eigenlijk niet. Okay. Ja. En die jongens in Mali weten wel dat je dit hebt? Ja, die jongen, tuurlijk. Okay. Tuurlijk. Vind het een eer dat ik dat... maar dat doe ik dus als iets digitaal is en dat ik het toch zo goed vind, dat ik het gewoon, een gedeelte van mijn esthetiek is wel dat ik live in ieder geval altijd vinyl draai. Ja. Ja. Maar dat doe ik dus ook met mijn eigen muziek. Mijn nieuwe LP is nog te kort, dag die al dubbelt komt volgende week. Maar ik heb dus ook een paar remixen gedaan. En een van de dingen waar ik toch wel een beetje trots op ben, is dat ik uit heel veel verschillende hoeken remix aanvragen krijg. Dus niet alleen maar uit danswereld of zo. Dit is Michael Vincent Waller, dat is een moderne klassieke componist uit New York. Die had mij gehoord of gezien, weet ik niet meer. En die vroeg mij om, er komt volgende week, volgend jaar, is het een plan om een remix album te maken van zijn pianowerken. Okay. Ook met Jay Lynn, volgens mij, heeft hij ook gevraagd. Ja. Want die had hij mij gevraagd. En dat vond ik dus, voor mij is dat een compliment, dat mensen uit een totaal muzikale andere hoek mij waarderen. Ja. Ik heb dat toch ook wel regelmatig, ook het free jazz muzikanten die mij heel goed vinden. Ja. Terwijl ik qua muziekstijl echt geen free jazz draai, maar wel, het gaat dus om een bepaalde houding,
hoe je tegenover het creatieve proces van draaien en muziek maken zit. Dus ja, toen heb ik dus die remix gemaakt van dat pianonummer. En maar dan, toen dacht ik van ja, is dit überhaupt, slaat het ergens op of zo? Maar hij vond het dus echt maar de beste dingen die. Dat vond ik dus echt een compliment of zo. Ik ben benieuwd. Ja. Ja, het is een dubplay, dus het staat niet precies op welke kant het is. Ik denk dat deze kant het is. Zometeen komt de bas erin. Leuk ook hieraan van, dus toevallig naar mijn eigen remix, maar is dit nou een luisternummer, is dit nou een dansnummer? Dus dit draai ik wel ook in danssets, ja. Want dat past er wel in, ja. Maar je kunt ook zeggen, hier kun je ook weer naar luisteren. Percussie is van jou, neem ik aan? Alles is van mij, alleen de piano niet. Ja. De strings, de... Ja, okay. Bas. Ja, want die plaat zelf van die man, dat is alleen maar piano. Dat is, okay. Dus alles andere wat erbij kan, is van mij. Cool. En dit komt op zijn eigen label, vind je het uit? Weet ik niet. Eerst was het idee Planet New, maar dat, volgens mij gaat dat nou niet door. Laat zich graden. Mooi. Ja. Qua draaien heb je een heel eigen specifieke manier hoe je dat aanpakt. Hoe doe je dat met produceren? Is dat een beetje hetzelfde idee? In de zin dat het heel spontaan is en dat ik niet eerst 4 dagen lang de gebruiksaanwijzing van de keyboard of wat dan ook ga lezen. Dus ik probeer gewoon dingen. Ja. En dus het is, ik werk ook vrij snel in het produceren van muziek, het moet spontaan zijn. Natuurlijk, elektronische muziek kun je natuurlijk tot een oneindige aan blijven sleutelen. Daarom is mijn idee ook dat, ja, mijn idee, een heleboel elektronische platen ook steeds saaier worden, omdat er steeds weer een laag bovenop komt. Er is gewoon geen einde aan en de mensen weten zo goed hoe ze allemaal met die apparaatjes moeten omgaan. Nou, dat weet ik niet eens. Ik weet bepaalde dingen natuurlijk wel. Maar het gaat mij niet, abuse the machines, zei Marky Smith altijd. Niet use the machines, abuse the machines. Die technische kant is daar ook niet belangrijk. De technische kant staat in dienst van mij. Ja. En niet van, oh kijk, wat dit is allemaal mogelijk, dat kan ik allemaal gaan gebruiken. Zo denk ik. Hoe ziet jouw studio setup eruit dan? Ik heb een teenage synthesizer. Ding waar je heleboel dingen mee kan, waar ik beats mee kan. Maar ik weet ook niet alle namen, niet aan. Ik heb gewoon nog een bas. Ik speel een beetje bas. Okay. En ik gebruik soms een beetje samples, maar dat is vooral niet zozeer ritmes, maar een stemmetje of een dikslaande deur. Ja. Maar ik heb dus ook, dat is één nummer, dat kennen sommige mensen wel. Dat heb ik al een tijdje als singeltje op mijn dubplate. Daar speel ik een soort dancehall-achtig nummer, maar daar zit een deuntje doorheen. Hoe zeg je dat? Uit het Caribisch gebied, dat steel drum. Ja. Maar dat speel ik op een speelgoed apparaatje wat ik in de troep voor ons huis heb gevonden. Dus dat haalde ineens, eerst was het kapot, hoorde alleen maar, ineens deed hij het. Alleen moest je heel hard drukken om dat geluid uit te krijgen. Maar dan speel ik dus gewoon een ritme op. En
Toen zei mijn hele geliefde tegen me van, pas op, daar krijg je artritis van. Dus dat nummer heet Artritis. En dit is allemaal... Ja, maar er is er niet zoveel over nagedacht, nee, maar dat is gewoon in de flow van het moment. Ja. Maar dat laat ik dan ook zo. Ja. Ik ga dan niet denken, oh, is dat wel commercieel gezien en een goede titel? Of klinkt wel een beetje razend, speel een goed instrumentje of zo. Ja, voor mij is dat, maakt dat allemaal niet uit. Maar ik ben ook niet op zoek speciaal naar een speelgoed instrumentje. Gewoon het gebeurt ligt, voor... Als het voor je deur ligt, dan kan het in de studio eindigen. Je bent al heel lang bezig. Voor corona had je best wel een druk schema met elk weekend op reis staan. Is dat iets waar je over nadenkt? Van, sta je weer te springen om terug in dat ritme te gaan? Jawel. Ja? Ja. Maar ook omdat ik... kijk, wat ik in het begin zei. Ik ben niet iemand die onrustig is en per se wil reizen. Dus, mm-hmm. Maar als het eenmaal door die muziek komt, ben ik omarm ik het ook volledig. Ja. Ook omdat ik gewoon heel nieuwsgierig ben naar een heleboel andere dingen. Dus ik ga zwemmen, ik ga naar musea, ik loop rond. Ik ben vooral dol op steden. Platteland wil ik soms weer zo snel mogelijk weg. Maar dus er is geen platenzaak. Ja, platenzaak, maar dat is niet altijd het belangrijkste soms. Nee, maar op het platteland hebben ze ook geen platenzaak natuurlijk. Nee. Maar ik maak er al, ik ben gewoon meestal wel goed gemutst. Ik lees heel graag boeken. Ik lees altijd de ene roman naar de andere. Dus ik maak het voor mezelf altijd heel erg, erg leuk. En als ik ergens speel waar het zonnig is en waar er een zee is, dan blijf ik soms als het kan een dagje langer. Ga ik nog wat zwemmen of wat rondlopen. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar alles, want ik heb natuurlijk al zoveel meest waanzinnige plekken op de wereld gezien. Ik ben in politiek geïnteresseerd, dus ik ga ook ik spreek heel veel mensen. Dus ik leef ik treed op, maar voor de rest daarnaast. Ik luister nooit naar muziek. Ik heb nooit zo'n Walkman vroeger of wat je. Ik heb ook geen smartphone. Dus ik luister nooit naar muziek. Ik ben met andere dingen in het leven bezig als ik op tour ben. Ja. Ik drink ook niet veel. Ik rook niet. Het is niet zo dat ik optreed in mijn hotel zit en dan weer naar het vliegveld. Dat probeer ik te vermijden. Dus daarom hou ik het ook vol. Ja. Ja. Kleine glimps kunnen we daarvan zien in die films die nu online staan. Ja. Voor de muziek kunnen mensen zich melden. Je blijft ondertussen nieuwe dingen maken. Ik doe iedere week, maar doe ik al heel lang, een radioprogramma vanaf thuis of een podcast waar mensen zich op kunnen abonneren. Ja, en dan krijg je het in je inbox, geloof ik, hè? Ik vraag er wel natuurlijk een beetje donatie voor. Ja, dat lijkt me redelijk. Maar dat vind ik ook heel leuk om te doen, want dat is weer een ander aspect. Want dan praat ik gewoon waar ik was. Of ik zou het over dit interview kunnen hebben. Mm. Of ik draaide pas, had ik in Zwitserland gespeeld, was een Zwitserse hip-hop act voor mij. En ik vind het altijd leuk om platen te kopen van mensen die optreden. En toen draaide ik dat. Ik had het nog niet gedaan, gewoon tijdens de show. En toen begon het met een bas. Ik dacht van, die kom ik bekend voor. En dat was dan van de Dead Kennedys, Holiday in Cambodia. Een punkplaatje wat ik 40 jaar geleden heb gekocht. Maar dat herken ik dan meteen. Yeah. Dus dan sta ik op en dan ren ik door het huis. En dan ga ik dat singeltje zoeken. En dat zet ik dan in dat programma. Dus dat is ook een beetje educatie op. Zo, dus dat vind ik, dat is weer een ander aspect. Dat blijft wel doorgaan. Dat blijft wel zo leuk vinden. Ja, het blijft wel doorgaan, maar ik heb ook altijd het gevoel als ik ermee wil ophouden. Dan is het ook goed. Ja, het feit dat ik überhaupt hiervan kan leven is ook heel organisch gegaan. Ik heb er nooit voor gekozen eigenlijk, maar gewoon als je iets lang doet, met enthousiasme doet op een gegeven moment. In mijn geval kwam het op een gegeven moment van leven en dat is uiteindelijk een droom die ik eigenlijk niet eens had, maar die wel eens uitgekomen. Ja, ik hoop zelf in ieder geval dat je er nog lang niet mee ophoudt. Nee. Dankjewel. Zijn we iets vergeten te zeggen? Want dit is... volgens mij hebben we een mooi gesprek gehad. Dankjewel voor je tijd en ga je goed. Leuk gesprek. Okay. Dank voor het kijken naar de Q&A met Marcelle, Dekmantel Connects. En ik hoop tot snel. Hoi.